Bruna Moura. De Braziliaanse. Nou, dankzij een oplettende kijker kregen we de melding dat als zij zo tussen de 10, 12 minuten zou eindigen van de winnares, dat ze een gloednieuw wapen zou krijgen. Nou, ik vrees dat dat met dit resultaat net niet gelukt is voor Bruna Moura. Ook al jarenlang actief in de IBU Cup. Nou, dat zeg ik trouwens niet helemaal goed. Het geldt meer voor haar landgenote Milene Pichet. Die is al bezig aan de achtste seizoen. Excuus daarvoor. Het wapen, dit wapen, daar zal ze dus nog even mee moeten doen. Een nieuwe kans dus op de sprint. Want achtervolging halen, dat zal een lastig verhaal worden. Goed, ze druppelen binnen. Nou, druppelen.